Zou u mij iets kunnen vertellen over het uitzicht? Uitzicht? Ja, voor mijn moeder natuurlijk. Het uitzicht vanuit de flat. Oh, dat is fantastisch, dat verzeker ik u. Aan de ene kant ziet u uitgestrekte bossen, aan de andere kant kijkt u uit... uw moeder, over het blauwe water van de Middellandse Zee. Maar dat hebben we toch allemaal uitgebreid besproken, meneer Vink. U moet nu toch echt beslissen, het is een van onze allerlaatste flats. Ja, natuurlijk. Maar u begrijpt, het is een hele uitgaaf. Waar u en uw moeder geen moment spijt van zullen hebben. Ja, ja. Het is een verrassing voor mijn moeder. Dat is het zeker. Ze komt bijna de deur niet meer uit vanwege haar rolstoel. Zullen we die verrassing dan nu maar even rondmaken, meneer Vink? Ik heb hier het koopcontact. Wilt u mijn pen lenen? Nee, dank u. Ik heb mijn eigen pen. Als u dan hier wilt tekenen... Ja. Dank u. En dan hier nog even een krabbeltje. Nog een handtekening? Ja, dat is voor onze administratie. Oh. Nou, ik weet zeker dat u hier de rest van uw leven veel plezier van zult hebben. U weet de weg naar de lift te vinden? Jazeker, maakt u zich over mij maar geen zorgen. En doet u de groeten aan uw moeder. Dank u, dat zal ik doen. Dom van me. En het is nog wel een aandenken. Ik moet er niet aan denken dat er iets mee gebeurt. Vriendelijk dank. Graag gedaan. Tot ziens, meneer Vink. Tot ziens. Zei je wat, Kobi? Ik zei niets hoor. Oh, dacht ik je wat zei.